Kom op, Hanna! Hoe Laura! Goed, Estientje! Zijn drie aan de leiding, hè? Trois pour le dernier tour. Laura Enkens en dan Flore de Schipper ook. Laatste ronde voor deze meisje. En dan Maaike van der Kruijsen op de derde plaats. Proficiat dames, een mooi podium hier en een mooie strijd bij de kadetten 2005 met Marie Deschamps, winnares Marie Deschamps qui l'emporte devant Dorine. Dorine Pop qui avait été un peu malade. Trois jolies meisjes, elles sont sur la ligne des départs. Les scolaires filles vont effectuer 3600 mètres avec un tour. Qui vit de trois grands tours à cible. Nog steeds Emma van der Ginsen van Duffel, extreme tweede in Roeselare. We zien al meteen de atleet van Duffel. Emma van der Ginsen aan de tij, aan de leiding van de kopgroep nu. Passage hier aan de finishzone met nog steeds Emma van der Ginsen van Duffel aan de leiding, gevolgd door Tira van Gijzelings. En dan ook nog Jimmy de Raté de Lucarpe, Lucie Grandjean. Sira Gijslings hier in Brussel. Winst voor Sira van KH Genk. Dus de Gente voor Emma van der Ginsen samen aan de leiding gedurende de ene wedstrijd. Podium de scolaire vier van se faire donc après les, le cross de Garsmark. Met op de derde plaats Lucas Levens van Zottegem Atletiek Club. Brons gaat dus naar de Lucas. Aux entraînements quand tu l'as marqué, c'est mort. Essayons de voir la carrière. Allez Mathilde. De grote winnares vandaag, hier in Brussel, Anna van der Busche, laatste rechterlijn, 50 meter voorsprong en zal er nog een spuurtje. Zij zal blij zijn met deze mooie overwinning. Kijk eens aan jongens, tempo bepaald van in het begin naar winst. Anna van der Busche, Belgisch kampioen 2019, hier in Anna nog een spuurtje voor Sophie van Akkom naar zilver. Sophie van Akkom loopt naar zilver en wie weet naar de crosskip titel. En dan zien we ook nog Anna Verbrugge met brons. En puis à la 6e plaats, op de 6e plaats, Vanessa Charlotte van Lokeren. Proficiat, prachtige wedstrijd. En à la 7e plaats, l'athlète du CAW, Vanessa Schonet. Une belle course, juste derrière les leaders de la course. En dan een mooie verrassing ook met Charlotte de Wilde, de atleet van DCLA. Ook al gezien op verschillende Belgische trails, hier vandaag als 8e over de finish. Van die dikke
cross bij de mannen. Donc je vous rappelle que le donc à tenir à l'œil, bien évidemment l'athlète du CAB Jeroen Doet. En dan rekening houden ook met de jongere mannen zoals Robin Hendricks. Robin Hendricks die zich heeft geconcentreerd. Wat Jari! De indoorpiste. Hij loopt vandaag ook mee in de finale van de crosscup. De andere favorieten. De van de laatste aanleiding van deze crosscup van TikTok Kampioenschap. Gevolgd nu door David Tassaman, van der Tijsjot en dan Isaac Kimeli. En dan zien we ook Sofia Bouchiki, Jeroen Doet. En nu zo meteen de versnelling van Sofia Bouchiki. Sofia Bouchiki aan het versnellen. Aan de kop van de wedstrijd. Sofia Bouchiki zijn nu aan het versnellen. Alle jullie moeten meegaan, hè? En we zien dat andere weer terug naar Isaac aan het lopen is. Gaan ze terug gegroepeerd raken achter Soekjan. Soekjan nu met 50 meter voorsprong op Isaac Kimeli. Isaac die de kloof heeft willen dichten, maar misschien een beetje snel de kloof heeft gedicht. En daardoor nu wat in moeite. En dan zien we lange tijd gehad, nog samen met Robin Hendricks en David Tassama. Die gaan ook nog mee. Nu de lopende passage van Jeroen Doet. Laatste ronde. Laatste ronde. Allee, Sofiane! Wat een demonstratie. Dat is een Allee, Sofiane! Sofiane Mouchiki, wat een demonstratie hier. En nu zien we Robin Hendricks. En dan zien we Dries Basmans die bij Isaac Kimeli komt. Mesdames et messieurs, quelle démonstration pour notre nieuwe champion de Belgique, Sofiane Mouchiki. Magnifique victoire pour Sofiane. En dan, kijk eens aan, hij heeft de kloof kunnen dichten. Robin Hendricks, onze Belgische belofte. Tweede, zilver. En dan, David Tassamé. Tassamé, toch nog over de andere tijd. Prachtige wedstrijd van de broers Bouchiki. En ook hier, kijk eens aan, onze outsider, de man van de DCLA. Dries Basmans. Wat een mooi winters bloedprofiel, Dries. Altijd erbij, altijd mee vooraan. Vanmorgen, Nina Lauwaard, Moreno Galforio. L'épreuve à Mol et à Rosselaar. Mais également, attention, à la clé de Mina Cassez, Mina. Qui est pour la démonstration, qui est l'aliment. Elle a une volonté au titre. Oh, c'est bon, 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 Ik heb hem nog een schoudertopje gegeven van de week. Hij was de favoriet naast de Belgische titel van de 1500 meter. Belgisch kampioen vandaag, hier in Brussel. Ariadne, de man van Leuven, DCLA, proficiat. Pieter Kersten, zilver. En dan de Kerstman, derde, Thomas de Bok, vierde. En voilà, tous les athlètes qui ont terminé de zilver tour. En hier alle atleten die nog binnenkomen bij deze korte cross. Na een mooie demonstratie van Ali Amdi, de man van DCLA, na een winst vorige week in Gent op de 1500 meter. Op de tweede plaats hebben we atleten van Herentals, Sophie van Akkom. En dan de winnares hier van deze cross vandaag, de Cross Cup, dus Hanne van den Bussen van Roeselaar. En mag ik dan ook de winnares van de Cross Cup aan u voorstellen bij de seniors dames, niemand minder dan onze Vlaamse kampioene Nina Lauwaard. En tweede plaats werd hier behaald door niemand minder dan Robin Hendricks. En winnaar hier van de Cross in de Cross Cup hier, niemand minder dan Sofiane Bouchiki van Luik.
dus als nummer 2 bij de korte cross. En dan de winnaar van de korte cross. Geef hem daar een applaus voor Dirk de Bleuven, Ali Hamdi. MACW aan het podium ook, dus als er iemand vertegenwoordiger van de club MACW een kaart kunt komen afhalen hier in de richting. Of ook nog Koba Hermans, hoort ook bij de favorieten van deze junior reeks. En dan ook in de gaten andere man van Leedra Schaaltjes. Simon meegaan als vierde voor Poorte Martko. En dan krijgen we ook nog Koba Hermans aan de finish hier, man van Tessera, voor zijn clubgenoten. Ik zing met Nationaal Volkslied. Als favoriet bij deze korte cross. We zien hier de passage met Lisa Rooms aan de leiding met Elisa van der Els. Allee, du moment, applaus voor l'applaudissement pour Camille Mulz. Camille Mulz de RC L'Excelsior. Et puis l'athlète Yena Reins de VAC est comme nous au final. Comment, Eléa Henri à 5.